hoogste berg op het hoogste punt van Nederland, namelijk 322,5 meter boven NAP, bevindt zich het Drielandenpunt. Ieder jaar bezoeken meer dan 1 miljoen mensen dit voor Nederland unieke punt. Eenmaal boven vindt u vele terrasjes, restaurants en het grootste labyrint van Nederland. Tevens kunt u van hieruit diverse wandelingen maken of genieten van het uitzicht vanaf een van de 2 uitzichttorens, waarbij u een geweldig uitzicht heeft over de Eu-regio. De Drielandenregio is een omvangrijk bewaard gebleven natuurgebied met een meer dan 2000 jaar oude geschiedenis. Zo was bijvoorbeeld ongeveer 1 eeuw geleden het Drielandenpunt een Vierlandenpunt, met als 4de land Moresnet, een klein apart staatje met eigen geld en wetten. Sinds 1919 kwam het definitief bij België. Uit is er voor jong en oud veel te beleven op het Drielandenpunt. In het grootste labyrint van Nederland beleeft u een spannende dwaaltocht naar het middelpunt. Terwijl de kinderen zich nog kunnen uitleven in de gratis toegankelijke speeltuin, kunt u op het aangrenzende terras of in de herberg of de taverne genieten van een hapje en een drankje. Gezelschap met een dagje Drielandenpunt. Voor zowel kleine als grote groepen is er op het Drielandenpunt veel te beleven. Ons team is gespecialiseerd in ongelooflijk veel spel- en buitenevenementen. Zowel actief als ludiek. Van kinderfeestje tot sterrenslag. Zijn de mogelijkheden letterlijk onbegrensd.